Waar geniet je het meeste van, het amateurvoetbal? Bier drinken. Nee, grapje. Dat is amateurvoetbal, hè. Wat? Twee gaan lopen, maar als wij pakken dadelijk hier, hè, dan pakken we gewoon de verdedigers en de aanvallers en middenvelds bij elkaar. Ja, hierin. Ja, toch? Ja, maar je doet 3-3. Ze belden me op of je op gesprek wil komen, dus ja, dan heb ik dat gedaan. En samen met Mario, mijn assistent, hier bij Erlenmark, hebben we gesprek gevoerd hier. Ik ben bij trainer bij Twente geweest en moest ik onverwachts, ik moest daar weg. En toen had ik er eigenlijk wel een beetje gesimmer in als trainer zijnde. En dan kwam dit op mijn pad en dat was vorig jaar toen de trainer hier mee stopte voor privéreden. En hebben ze me gevraagd of ik de laatste weken wou doen. En toen denk ik van mezelf, ja, ik kan het wel gaan doen en kijken of ik het weer leuk ga vinden de laatste 6 weken. En het is me goed bevallen en dan zijn we een jaartje doorgegaan. Ik kan me voorstellen dat tegenstanders wel eens verbaasd opkeken, toch? Ja, natuurlijk kom je wel eens en dat heb ik vorig jaar ook meegemaakt toen ik hier net inviel. En ik kwam ergens, voor mij was het in Deventer, moesten wij voetballen en dan werd je naam ook gescandeerd de hele tijd. En door die amateurclub daar, ja, ik kan er niks aan doen. Kijk, het is zo en ik kan het niet veranderen. En overal waar ik kom, ja, dat heb ik dat af en toe nog. En ja, en dan moet je maar mee leren leven. En ja, en natuurlijk, de spelers die ik heb, die zien dat en die krijgen dat mee. En ja. Kijk, ik ben Jeroen en zeg ik altijd en ja, that's it. Ben je trots op die bijna? Ja, ik kom er niet meer vanaf. Nee, maar ja, kijk, ik word zo genoemd en het is gebeurd uit een situatie en ik ken de jongens ken ik van vak P en dan ken ik die heel wat. En ja, dat is zo, ja, het is natuurlijk altijd wel leuk zo'n naam, dus. Dus je bent er wel een beetje trots op? Tuurlijk, kijk, ik denk dat iedereen gescandeerd wordt door een supporter of een bijnaam krijgt en je leven zo doorgaat dat je er trots op mag zijn. Ja. Soja, kom bij! Soja! Dat merk ik nu denk ik ook wel, een man van korte woorden, maar bespreking doe ik geen half uur. Ik ben heel eerlijk, ik ben geen trainer met computers, met laptopjes niet. Daar heb ik mijn assistent Mario, die doet veel met de laptop. Ik ben gewoon, het zit mij hier in mijn hoofd wat ik wil en wat ik wil zien en wat voor training ik. Ik bespreek wel de training, maar ik ben geen trainer die alles bijhoudt in de laptop. Nee. Kijk, ik kan een bespreking doen van een half uur en ik kan na 2-3 minuten kan de wedstrijd heel anders zijn. En dan, wat heb je die bespreking dan aan gehad dan? Ja, dan kun je 5 minuten keuken praten en kun je zeggen wat je wil en kun je laten zien wat je graag wil en wat de jongens moeten laten zien. Ja, zo simpel. Ja, je staat meer te eruit! Je staat er meer te uit! Je staat meer te buiten. Wat zijn jouw sterke punten als trainer? Ja, dat weet ik niet. Je weet toch wat je kunt? Ja, ik doe mijn best altijd. Ik ga het uitleggen hoe ik het graag wil en als de jongens dat niet zien en kijk, en ook al met de training. Ja, als jij op de training moet je 100% geven. Als je dat dan niet kan, ja, dan ik probeer te stimuleren en zorgen dat het een team wordt. Proberen team blijven, dat soort dingen. Dat vind ik veel belangrijk. En het harde werken, dat moet komen. En van daaruit komt het voetbal vanzelf wel. Wanneer maakt Twente het af? Heubach maakt het af. Het gebeurt dus op dit moment. Maar de kans voor Heubach. Het voordeel goed gegeven door de scheidsrechter en dan is het 2-0. En die hensbal van Wijker die doet er dan verder niet toe, want Heubach heeft zijn kans schoon gezien en gescoord. Natuurlijk, ik heb een aantal trainers gehad en van elke trainer pak je wel wat op en daar leer je wel van. Dus vraag me ook wel eens toen in die tijd van wie is jouw beste trainer en wie vind jij je beste trainer? Kijk, elke trainer heeft iets. Van elke trainer leer je wat. Het maakt niet uit op wat voor manier dan ook. Maar, kijk, en met Fred Rutte, die heb ik heel lang gehad. En die heb ik ook in de jeugd gehad, en bij het tweede elftal en later bij het eerste. Kijk, dat is een trainer die ik heel lang gehad heb, dus ook wel veel van geleerd heb. Je hebt ook met de huidige trainer van United gevoetbald. Ja. Heb jij hem al gebeld? Of ik hem gebeld heb?
Ja, tips voor Elemark. Nee, hij is veel te druk met Manchester. Nee, ik heb af en toe sprak hem nog wel eens op de golfbaan. Ik was met hem gegolfd. Dus nee, maar op voetbal praten, nee, dat doen we niet zoveel. Zoals Clement Zwijnenberg, die is trainer bij DSVD. Daar praat ik dan wel eens even, soms meer van hoe of wat, of trainingstanden, dat soort dingen allemaal. Maar Clement zegt elke keer tegen mij, als ik, en dat zeg ik, want ik kan soms aan kleine dingen kan ik me ergeren. En dat heeft misschien met mij te maken, mentaliteit of hoe ik het zie. En dat zegt hij elke keer, zegt Clemens van, ja, welkom in het amateurvoetbal. Ja, en dan kan ik er niks meer op zeggen. Vorig jaar toen ik hier kwam en moest om 8 uur trainen en kwam zo'n 5-8 aanzetten. Ja, dat kan gewoon niet. En dan moet je nog, dat vind ik dat niet kan. En als je in de Elmark inspeelt, dan vind ik niet dat het kan dat je hier om 5-8 aankomt zetten en dat je nog naar een massagebank toe moet en dan komt een 8:15, 9:30 op veld. Ja, dan zak ik mijn broek van de kont af. Ze komen nu allemaal op tijd. Dat klopt, ja. En als ze niet op tijd komen, dan moeten ze bellen. En niet WhatsAppen, want daar hou ik niet van, was lekker makkelijk. Heb je ambities als trainer? Dat weet ik niet. Ik ben nu bezig hier en het bevalt me goed. En wat volgend jaar of jaar later gebeurt, weet ik niet. Maar als mij het heel goed gaat bevallen, dat ik misschien nog wel probeer om nog een cursus erbij te gaan doen. Ik hoef er meer te in. Kaats is kaats, hè? Kaats één keer. Ik zou nooit een hoofdtrainer worden van FC Twente, want ja, dat zit niet in me. Ik zou een assistenttrainer zou natuurlijk kunnen, dat lijkt me ook wel leuk. Maar ik heb al vaak gezegd, wat ik nu doe met jongeren, dat zou ik ook wel eens bij Twente kunnen doen of wat dan ook. En met gewoon het begeleiden van jongere spelers, van ja, hoe ga je de top bereiken, wat kun je wel doen, wat kan je niet doen en dat soort dingen. Ja, dat lijkt me wel leuk om te doen. De deur blijft altijd open. Maar ik zeg alleen, het ligt er in wat ze willen of hoe. Tot slot, Elemark. Ja. Gaan we niet zo lekker, hè? Oké, we hebben uitspraken gedaan. We willen zo snel mogelijk weer terug naar de tweede klasse. Ja, en zoals we nu zijn begonnen, ja, nog een tandje erbij. En voor ons is elke wedstrijd gewoon moeilijk. In de eerste klasse is gewoon, kijk, je komt van de tweede klasse, dan is voetbal iets anders dan de derde klasse. Natuurlijk fysiek nog iets. Ja, dan komt er ook bij. Ja, en als je er niet in mee kan, en af en toe moet je daar mee. Dus ja. Het heeft ook veel mooie dingen. Waar geniet je het meeste van, het amateurvoetbal? Bier drinken. Nee, grapje. Nee, maar ik vind het gewoon leuk. Als ik daar gewoon zit aan de zijkant of gewoon voetbal zie, ik vind het leuk om voetbal te kijken. Dat heb ik ook een tijdje niet gehad. En waar ik dan van geniet, als ik een mooie aanval zie en die zie je af en toe, ja, daar geniet ik wel van. En als er nog een doelpunt wordt, dan is het helemaal mooi. Dus, maar er gebeuren ook dingen waar je doelpunt tegen krijgt, dat wil je liever niet zien. Maar ja, dat is voetbal, hè, dat weet je nooit. Dat hoort ook wel een biertje bij, toch? Ja, tuurlijk. En dat is amateurvoetbal, hè. En dan zegt je ook nog waar ik stop met drinken.